Iemand die lacht. Je bent, en dat schijnt, ja, alleen, dat schijnt, ik weet dat, blij met sleepdust, hè, want je koopt hier heel onze stok leeg. En vertel eens even, want ik denk dat dat belangrijk is, in plaats dat ik eens met een mond hou. Maar je sliep slecht en je zegt van, nou, dat ding heel marcheert. Heel slecht, hè. Vertel eens hoe slecht dat je sliep, dat is misschien wel belangrijk. Heel slecht, ik kon niet inslapen. Ik kon absoluut niet inslapen. Al jaren, of ik weet dat niet, of maanden, of... Al heel lang. Al heel lang. Heel moeilijke slaper. En ik ben dan met die Skinny Love begonnen en ik had dat van een vriendin dat dat geprobeerd had gehoord. Ik heb dat dan ook zelf geprobeerd. En ik slaap nu heel goed. Ik moet mijn wekker zetten. Ik word ook niet meer wakker. Dat is wel een nadeel. En ik heb het ondertussen aan veel mensen ook gezegd. Het is gewoon fenomenaal. En hoe pakte jij hem? Vertel eens, hoeveel neem je? Dat is misschien ook belangrijk. Niet veel eigenlijk. Hoeveel? Niet veel. Ik doe s'avonds nog een warme Skinny Love, een oranje, in een tas thee met wat goji-bessen. En dan van die sleepdust, een koffielepel die licht opgedroogd is. Ik heb mensen niet die... zo'n schep zoals van de Skinny Love. Nee. Ik pak een kwart koffielepel. Maar je hebt mensen die twee koffielepels pakken. Nee. Die zeggen bij mij twee. Maar jij pakt één goede koffielepel. Zoiets. Nog geen goede. Voilà, maar dat is goed om te laten horen. Van ieder lichaam is uniek. Iedere mens reageert anders. En 's morgens vroeg sta je gezond op? Ja, alhoewel ik heb een Thaise massage cadeau gekregen van iemand. En ik denk dat mijn nek wat straf is aangepakt. Ja. Maar met sleepdust, je hebt een gezond gevoel. Je zit niet van... Ja. Hè, dat is niet van, wat is deze? Nee. Heb jij vroeger andere dingen geprobeerd om te slapen, of niet? Van alles. Ah, goed. Behalve echt slaappillen. Dat heb ik nooit geprobeerd. En dat heeft gewerkt of niet gewerkt, die spullen? Nee, want ervan zaten ook nog sleepdust gezeten. Nee. Ah, cool. Nee. Ja, ik voel dat eenmaal in mijn spieren ook, als ik dat pak. Heb je dat ook niet? Dat je dat zo gevoelt dat tot in het einde van je lichaam. Je voelt je gewoon ontspannen. Ja. Een half uur voordat je gaat slapen, drinkt je dat. En je moet ook niet nadenken van, zou dat nou gaan marcheren of zou dat nou niet? Maar dat marcheert gewoon, je slopt gewoon. Ah, allee, cool. Ah, wel, super lief. Dank je voor de review. Kei lief.